Dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, zoals je op de tafel ziet, zijn de eerste kalpakketten binnengekomen van de scheepjeskal. Een hele bijzondere kal dit jaar, want het is niet alleen een haakkal, maar er past een boek bij deze kal. En die kan je ook meedoen met gezamenlijk dat boek te lezen. Ik heb de pakketten binnengekregen. Ik heb even overleg gehad met 4 van mijn klanten die de pakketten al besteld hebben. En die hebben toestemming gegeven dat ik voorzichtig de doos al mag laten zien voor de unboxing. Ik ga gewoon beginnen. Even ruimte maken. Want dan ga ik starten met deze doos. Even voorzichtig plakband wat losmaken. Nou, dit is de entomologie. Dat is de eerste die ik ga laten zien. Er zitten in, want dit zijn de Colorcrafter pakketten. Ik ga ook een ander filmpje maken met de Stonewash pakketten. De scheepjeskal, Colorcrafter. 17 bollen van 100 gram. En er zit ook een buisje Toho glaskralen in. Die zijn heel leuk om te gebruiken. Een kralennaald, steekmarkeerders en een afterparty. En een kal souvenir. En dat is dit keer een boekenlegger. Nou. Daar hebben we hem. Kijk. De doos. Spannend. Nou, dit zijn de steekmarkeerders. Het zijn hele fijne steekmarkeerders in een mooi doosje. De vintage stitchmarkers van scheepjes. Dan hebben we de Toho beads. Dat zijn kleine kraaltjes. Even kijken of ik hem met inzoomen. Kijk, zo kan je beter zien. Mooie kleuren. En hier zit ook het naaldje in. Een hele mooie boekenlegger. Open your eyes and see what you can. Mooi. Nou, een verhaaltje van de ontwerper in het Engels en in het Nederlands. Nou, die moet je gewoon lekker zelf gaan lezen. En een yarn de afterparty. In dit geval zelfs 2. En dan de kleurtjes. Nou, je ziet het al. Deze heeft veel blauw tinten, maar ook wat bruin tinten. Ik ga ze er voorzichtig even aan één kant omhoog halen. Nou, dan zie je ook herhaling van de kleuren die bovenin al lagen. En de andere kleuren. En die liggen eronder ook nog een keer. Een erg mooi pakket. Ja, ik vind ze allemaal mooi. Echt de moeite waard, denk ik, om mee aan de slag te gaan. Het is allemaal de anti-pilling Colorcrafter. Dat is de verbeterde versie van de Colorcrafter. De gewone was ook al goed. Maar deze is nog beter. En ze zijn langzaam alle kleuren aan het vervangen naar de anti-pilling. En in dit pakket zitten allemaal anti-pilling. Nou, ik vind dit een super mooi pakket. Het goed dichtpakken doe ik strakjes weer. Gaan we naar de volgende. Ja, dit is mijn allergrootste favoriet. Maar dan de stoomwast variant. Maar deze kleuren vind ik zo gaaf. Nou, er zitten weer evenveel bollen in. Ik ga weer even voorzichtig de doos openmaken. Ze zitten goed vastgekleefd. Nou, ik ga even alle 3 de dozen openmaken en dan kom ik zo bij je terug. Nou, daar ben ik weer. De variant waar ik helemaal blij van werd, maar dan ga ik zelf wel de andere kleur of de andere garens gebruiken. Maar dat zijn deze kleuren. Ook weer het patroon in het Engels en in het Nederlands. Een boekenlegger. De steekmarkeerder. En ik denk dat de kraaltjes wat naar beneden gevallen zijn. Maar die komen zo vanzelf tegen. Nou, de mooie kleuren. Ja, hier heb ik de kraaltjes. Die ga ik zo nog laten zien. De mooie kleuren weer. Allemaal anti-pilling.
En hier ook de roze en de paars tinten. En die liggen er hier ook nog weer onder. Ja, ik vind het zulke gave kleurtjes. En hier ook weer de Toho glaskraaltjes en een speciale naald. In een van mijn andere filmpjes laat ik zien hoe je die kraaltjes om je garen heen krijgt. Dus ga er vooral naar kijken. Nou, dat is dit pakket. Even veilig aan de kant zetten. Dan hebben we de herbarium. Die is ook wel heel mooi hoor. Ja, die is ook wel heel mooi. Nou, dezelfde afterparty er weer in. Ik weet dus niet of in echt alle pakketten dezelfde afterparty zitten. Toevallig in de pakketten die ik hier heb. De steekmarkeerders weer. Oh, dit is een gaaf kleurtje. Ja, die komt wel redelijk... Nee, hij zint echt ietsjes lichter als wat je op de film ziet. Ook weer de kraaltjes die erin verwerkt worden. En de kleurtjes. Ja, ik ga ze nu even niet eruit halen, want we weten dat dit alle 8 kleuren zijn die gebruikt worden. Ook weer een fantastische doos. En de laatste van de Color Crafter pakketten natuurlijk. De Conchologie. Geen idee of ik het allemaal goed uitspreek, hè? Nou. Dat zijn deze kleuren. Ook alweer zo mooi. Ja, met de kraaltjes er ook weer bij. En hier de steekmarkeerders. En weer het verhaal van de ontwerpster. Een hele mooie boekenlegger. Die heeft een soort van glans. Ja, glanslamineerlaagje eroverheen. Vind ik wel heel mooi. En de afterparty. Vind ik trouwens ook wel een heel erg leuk patroon. Oh, wel in beeld. Nou, dit zijn alle pakketten. Ik heb er al veel verkocht, maar ze zijn op dit moment ook nog in mijn winkel te krijgen. Ja, ik hoop dat je wat had aan deze unboxing. Ik wil je super bedanken voor het kijken. En wie weet, tot de volgende keer.